En hallo mensen, tof je kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag weer opnieuw, net als vorige week, in de Black Market. En daar ben ik weer met een reden. En dit is als volgt. Er zijn weer leuke contracts en challenges en dingen toegevoegd. Maar deze keer is het niet iets wat je voor jezelf moet doen. Of ja, je doet het wel voor jezelf. Maar wat je in je eentje kan doen om jezelf beter te maken. Nee, dit doen we met z'n allen als community. En dat is als volgt. The Road to Champs. Wat houdt het in? We moeten met z'n allen, zoals ja, bovenin te zien rechts... 350 ja, miljoen, miljard, weet ik veel wat er staat. Gewoon fucking veel potjes spelen binnen een bepaalde tijd. En dan kunnen wij een dok eerst de eerste kallingkaart, daarna een tweede, daarna een derde. En als wij die vierde ook halen, dan krijgen wij met z'n allen dus een wapen. Dus een melee weapon, dus dat zijn bokshandschoenen, zoals jullie kunnen zien. De eerste hebben we dus ondertussen al gehaald, wanneer ik dit opneem is dinsdagavond. Dus als jullie denken, hey, dit is misschien niet meer recent, of ja, dit duurt niet meer zo lang. Dit is in ieder geval wat deze week... lekker recent was, dus als jullie deze video vrijdag zien, is dat dus 3 dagen geleden. Was het hartstikke recent en je kan het, als het goed is, eindigt dit vrijdag. Dus op het moment dat deze video online komt, moet dit gehaald zijn. Want ik wil dat coole wapen ook best wel hebben. Dus het ligt aan jou eigenlijk, hebben wij het gehaald of hebben wij het niet gehaald? Simpel als fuck. Ik heb ondertussen heel weinig gespeeld afgelopen week op Call of Duty. Daarom zie je dat ik maar 35 kills heb ermee met specialist weapons. Dus... ja. Nou, vandaag heb ik even gespeeld. Dus ja, 14 van de 25. Dus hartstikke top. In ieder geval, wat gaan we vandaag doen? We gaan spelen met de ECR1. Daar heb ik al een hele tijd niet mee gespeeld. Ik heb hem ook echt net gebuild. En als ik dat niks vind, een beetje aan de hand van welke map het wordt, ga ik er een Vesper bij pakken. Die ik ook net weer gebuild heb. Dus we gaan er even naar kijken. En spelen met de Annihilator. Dus dat is, ja. Kijk, het gaat op een mooi grote pistooltje. Dat is namelijk een team deathmatch. Dus... we gaan lekker Team Deathmatch joinen. En ik weet niet in wat voor potje we komen. Maar dat gaan we even joinen. Ik hoop dat het nog geen playing game is. Dat zou een beetje zonde zijn. Zowel. Oh, het is Havoc. Dat is echt. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik vind het echt een van de meest verschrikkelijke mappen die er zijn. En het is ook echt moeilijk inschatten. Aan de hand van hoe de map in elkaar zit. Waar je moet lopen en wat voor wapens je nodig hebt. Dus ik denk dat ik hier voor een Vesper ga. Want dat ik meestal bij deze map het huisje inren. Of ja, het gebouw. Het is niet echt een huisje. Dus het gebouw inren. Dus ja. Oh, het is inderdaad al een playing game. Dan gaan we naar de mooie Vesper toe. En oh, we staan nog achter ook. Hartstikke mooi. Maakt helemaal niks uit op zich. Ik zag dat hier net een aantal kills werden gemaakt. Dus... nee. Ik vertrouw niet op teammates. Nee! Ah, oh, ik wou even een 5-man multikill halen, maar nee, dat was me niet gegund. Die kon ze dan ook aan doen met een honkbalknuppel. Kom op nou, jongens. Nee. Oké. Okay. Zo. Ik ga in ieder geval vrij lekker. Ga in ieder geval erg lekker. 7-2, niet verkeerd op zich. En een leden erbij. Koptelefoon goed zetten. Gaat allemaal goed. Al zeg ik wel dat ik vaak dood ga op deze map met de NLA. Dus waarom ik dit. Nee. Ja. Oké. Okay. Het potje gaat lekker, dan zeg ik het zelf. Ah, wow, wat? Ik kom in een playing game en ik ga eigenlijk lekker, holy shit. Even kijken. Zo. Kijk, dat gaat goed. Triple kill met de Hellstorm erbij. 17-3. Op zich een hele nette score tot zover. Hartstikke prima. Oh, dat Sentry erbij. Kijk.
Zo maak je van een playing game toch nog iets heel interessants, denk ik. Zo. Dan zag ik hetzelfde, ik heb het net gebeuld. Ik vind het nu al een hele... Oh, jij bent le... Ja, jou, daar kan ik niet zoveel aan doen ook, hè. Hey, jullie net het scoren tot zover. Ik moet even die... Hup, we gaan de kant, teammate. Ah, oh, ik zag hem maar. Oh, ga niet met z'n allen campen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Hè. Ja, ze gaan campen dat ze zien dat ze gaan verliezen. Dat ik veel te goed ga. Sorry, man. Ik heb geen ranged weapons op dit moment. Ja. Ah, kom op. Ik ga nu niet meer zo lekker. Maar we staan wel heel dicht bij elke proberen en alleen. Nou, ik ga even. Short, ik blijf even short range lopen, want dat ging net ook een stuk beter. Sorry, man. Ah, oké. Firebreak extinguished. Nee. Kut. Gaat goed. Niet in de hand. Gaat allemaal hartstikke goed. EKIA. Ah. Ik ging zo lekker. Oké, we staan in ieder geval weer voor. Dat is hartstikke top. 26 om 7. Even wachten. Wat krijgen we? Een Rolling Thunder. Oh, wat? Oh, ik haal het door de war met een andere sport. Oh, je bent ook een beetje. Oh. Ik heb het daar niet wel weer voor, dat is het toch. Ik weet niet, wat, ik weet niet of ik iets heel erg goed doe of niet helemaal goed. Of dat teammates dat enemies zo slecht zijn. Uh-oh. Oké. Ja, ik voelde al zoiets aankomen. Het kon ook bijna niet anders. Oké, zoals het eruit zo is, gaan we in ieder geval winnen. Het was toch een heel kort, maar toch een heel lekker potje, al zeg ik het zelf. Special issues. Oké. Okay. Waar zijn jullie? Ah, zo close, zo close. Ik persoonlijk vind het een heel niks, heel net potje. Heel snel, heel hele goede score gehaald. Zelfs was ik het top. Kijk naar de eind, naar de kill cam. De BRM in ieder geval. Ah, prima kill. Ook een headshot. Nee, dat niet. In ieder geval een hele mooie kill. Een beetje raar dat een teammate, dat van ons teammates zijn geliefd. Maar we hebben toch heel niks gedaan. Zelfs zeg ik het zelf. Ja, een beetje wel. Nou, hartstikke top. Hartstikke kort maar krachtig. Maar ik vind het een hartstikke prima potje. En degene naast mij heb ik ook als poppetje. In ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Jullie hebben in ieder geval begrepen. Ja, ik hoop dat we met z'n allen zulke mooie potjes kunnen neerzetten. En op die manier ook box aan het groene kunnen vrijspelen. Door de week heen. Zou ik super tof vinden in ieder geval. Laten we nog even kijken. En ik ben best wel benieuwd hoeveel kills ik heb gemaakt met specialist weapons. En hoeveel daarvan headshots en dat soort shit. Al die stats en al dat gedoe. Want het boeit eigenlijk niemand wat. Maar het is toch interessant om even te kijken. Want ik vond persoonlijk, als je bekijkt dat ik al in een playing game kwam. En dat ik toch een hele goede score heb neergezet. Heb ik het toch best netjes gedaan, denk ik zelf. Dus laten we eens kijken wat ik heb neergezet. Want ik heb geen idee namelijk. Oké, dat is in ieder geval een goed teken. Er is er weer eentje bij. Dat is hartstikke top. Dit boeit me eigenlijk allemaal niet. Ik 41. Ik ben gegaan van 40. Oké, ik heb 60 van die kills gemaakt. 1 headshot. Ik vind het hartstikke prima.
In ieder geval iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te reageren, te abonneren. Als jullie even de video willen delen met vrienden en kennissen, familie, laat het zien, opa en oma, zou ik hartstikke tof vinden. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te liken, te reageren, te abonneren, zoals ik net ook al zei. In ieder geval, dan hoop ik dat iedereen genoten heeft. En dan zeg ik laters, dag en tot volgende week.